Hallo, wederom Mercedes, je life en energy coach. Als je 's morgens moeite hebt om wakker te worden, daar heb ik het al eerder over gehad, maar dan is het heel handig om even hier onder je ogen te tikken. Op dat bordje hier net onder je ogen. En lekker diep in- en uitademen. Mag ook met geluid duidelijk uitademen. En dat doe je gewoon zo 6 keer in- en uitademen. Het is zo'n 30 seconden, 40 seconden. En dan kijk je ineens weer heel helder de dag in. Hartstikke lekker. Maar wat heb ik hier nou onder mijn hoofdstel zitten? Mijn borstel. Dan heb ik natuurlijk nog een hoop haar. Als je bold, als je kaal bent als man, dan is het natuurlijk moeilijk te doen. Maar dit is zo lekker, hè? Zo echt even, hè? Meteen de badkamer. Je hebt misschien net zoals ik zo'n kop met haar, dat je denkt, mijn god, wat zie ik eruit. Wat heb ik gedaan vannacht? en dan lekker borstelen. En dan flink over je hoofdhuid gaan. Dan activeer je allemaal meridianen, allemaal belangrijke banen die door je hoofd heen lopen. Dus je wordt ontzettend wakker daarvan. En het is nog hartstikke lekker. Tenminste, ik ben daar helemaal dol op. Zo overdag kan ik ook nog wel eens even de badkamer binnenlopen. En niet uit ijdelheid, maar gewoon even, wauw, lekker, ratsch, over mijn hoofd. En daar activeer je dus je hersenen mee, je helderheid. Ja, het is hartstikke lekker en het is zo simpel. Terwijl het zo goed voor je gezondheid is. Dus pak het even mee. Hou het in gedachten. Koop anders een borstel of leg er nog eentje in de auto. Zodat je voordat je op kantoor komt of ergens aankomt, niet zozeer voor je schoonheid of je uitstraling, want dat helpt natuurlijk dan ook wel. Maar als je natuurlijk lekker in je vel zit en je bent happy en je bent helemaal lekker wauw, dan straal je dat ook uit. Dus dan zegt die ander van, Jezus joh, wat zie jij er goed uit. Ja, ja, maar ik borstel mijn haar 3 keer per dag. Oké, grapje. Dag.